Dit jaar wilden we de kerstgroet een keertje in een ander vat gieten. In een tijd van veel verandering kan dit er ook nog wel bij, dachten wij. Veranderingen kunnen soms best spannend zijn, maar als het eenmaal lukt, dan kunnen we opgelucht ademhalen en met een goed gevoel erop terugkijken. Na een aantal hectische jaren van corona en een overspannen markt, konden we in 2023 het gas terugnemen. We kregen iets meer tijd om aandacht te besteden aan de details. De puntjes op de i die nodig zijn om onze organisatie te ontwikkelen en wendbaar te blijven. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de stappen die we hebben gemaakt in digitalisering. We sturen steeds meer op data en het digitaliseren en automatiseren van onze papieren processen. En onze digitale gegevens zijn extreem goed beveiligd. Wat dat betreft staan hackers voor een dichte deur. Maar voor jou, als medewerker en relatie, staan onze deuren altijd wagenwijd open. We hebben dit jaar met zo'n 300 vaste medewerkers en flexibele krachten meer dan 100.000 transportorders verwerkt en zo'n 20 miljoen kilometers gereden. Dat is 500 keer de wereld rond. Uiteraard zo zuinig mogelijk. Bijna al onze 220 trucks hebben een Euro 6 motor en er staan inmiddels 35 nieuwe generatie DAF XG trucks tussen. Vanuit onze drie warehouses, in totaal goed voor zo'n ruim 55.000 vierkante meters, staan er 270.500 pallets uitgeslagen. En er staat uitbreiding op de planning. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd dan dat. We zijn samen met jullie bezig om onze organisatie goed te structureren richting de toekomst. We hebben verbouwd, we hebben jubilea gevierd en pensionada's in het zonnetje gezet. Er werden baby's geboren en er werd getrouwd. Helaas was er ook verdriet door overlijden. Het was ook het jaar waarin we awards overhandig kregen voor onze innovatieve en duurzame inspanningen. En dat we onze echte coureurs waanden op het circuit van Zandvoort. Misschien denk je, daar heb je ze weer. Maar we willen echt benadrukken dat we het samen met jullie doen. En daar zijn we best een beetje trots op. Al deze positieve veranderingen en ontwikkelingen helpen ons om flexibel te blijven en goed voorbereid te zijn op de toekomst. Nu horen jullie denken, wat staat ons allemaal nog meer te wachten? Het wordt een uitdaging om alles weer te overtreffen in 2024. Zeker met het oog op de ontwikkelingen in onze sectoren. Maar daar houden we wel van. We gaan geen uitdaging uit de weg. Bijvoorbeeld met de bouw van ons nieuwe DC in Dinteloord. Niet zomaar een vierkante grijze doos, maar een supermodern en groen pand waarmee we meer ruimte en mogelijkheden creëren. Ook in 2024 blijven duurzaamheid en innovatie belangrijk en staan er nog vele mooie ritten op de planning. Zijdelaan blijft voortdurend in beweging. Bedankt voor de reis die we het afgelopen jaar met elkaar hebben mogen maken. We waarderen je inzet en vertrouwen in ons familiebedrijf enorm. Namens ons allemaal... Hele fijne en gezellige feestdagen. En een gezond en veilig nieuwjaar. We sturen... We waarderen je inzet en vertrouwen in ons familiebedrijf enorm. Potverdikkies. Data en op het... Ja, dat gaat niet... Ging die nou goed? Ja, jij wil zo goed. Ja. Mag ik naar de volgende? Mag naar de volgende. Poeh, niet hele lange. Digitale gegevens zijn extreem goed beveiligd. Wat was die twee? Ik zit drie keer goed te doen en dan de vierde keer aan de kaart lopen lachen. En een gezond en veilig nieuwjaar. Je riem goed.